De Raad van State heeft uitspraak gedaan in zaken de bezwaren van omwonenden over het nieuwbouwproject Rozenbuurt in Zwaag. We hebben in de studio Juno Kamstra. Goedemiddag, Juno. Goedemiddag. Jouw bezwaarpunt betreft vooral de locatie van de calamiteitenroute. Ja, en op zich daar is geen bezwaar tegen aangetekend. Althans, er was een buurman met bezwaar, maar die heeft zich niet zo hard gemaakt, zeg maar. Ja, de Raad van State heeft dat niet verworpen, jammer genoeg. Maar wel de hoogte heeft hij verworpen. Want ze hadden tot 8 hoog moeten bouwen. En ik heb eerder al een hele discussie gehad met de heer Helling, wethouder namens VVD, over hoe dat nou zit. Maar als je 8 verdiepingen hebt met een scherp puntje, zeg maar, kun je toch niet onder de 8e verdieping, zeg maar, ook wonen. Dat zag ik volgens hem helemaal fout, hoe dat allemaal zat. Maar de Raad van State had geconcludeerd, zeg maar, uit de plannen dat je gewoon 8 woonlagen plus daarbovenop nog een lading zolderlaag had mogen bouwen of zo, geloof ik, als ik het zo simpel en goed uitleg. Dus als je daar een hele hoge zolder op zet? Ja, nee, dan had het zomaar gekund. Zo'n beetje blijkt uit de stukken. Zoals het zo'n beetje stond inderdaad. Dus. Maar de Raad van State heeft bepaald dat het bestemmingsplan in aangepaste vorm terug moet naar de Raad. Ja, nee, dat klopt. En er zijn wat partijen die hebben netjes ook gevraagd om andere punten van het plan ook meteen maar even onder ogen te nemen. Maar ik heb namens de omwonenden en mezelf gewoon gevraagd, ook aan de raad gevraagd zo van hoe zit het nu met de calamiteiten, fiets- en voetpaden die ook worden aangelegd. Maar er zijn wat oppositiepartijen die reageren, maar alle coalitiepartijen, zeg maar, die het voor het zeggen hebben op dit moment, die vinden eigenlijk de waarheid zoals getekend door projectontwikkelaar Scholtes, dat dat de goede waarheid is, zeg maar. Terwijl als je gewoon gaat kijken, dan hebben ze gewoon bomen gewoon 3 meter verplaatst op papier. Ja, op papier. En laten we hopen dat dat niet in het echt ook gaat gebeuren. Nou ja, dan gaan monumentale bomen moeten ze echt gaan verplaatsen en zo. Dus dat mogen ze weer niet. Maar het is allemaal een beetje dat ik denk zo van en de nieuwe coalitie staat, zeg maar, ook voor waarheid en participatie. Maar ja, het is een beetje waarheid volgens de projectontwikkelaar en participatie met de projectontwikkelaar, zou ik zeggen. Ja, de coalitie is natuurlijk ook voor het grootste deel partijen die al in de vorige coalitie ook zaten. En ja, de VVD, D66 en GroenLinks zijn doorgegaan. Daarbij zijn gekomen en Tornar is er samen met Sociaal Horen, zeg maar, uitgezet. En daarvoor in de plaats zijn de CDA, Eenhoorn en Hoorn Lokaal erbij gekomen. Ja, ja. En dus we hebben nou 6 wethouders in Hoorn in plaats van 5. Ja, dat mogen wij met onze gemeentelijke belastingcentrum, mogen wij die 6e wethouder ook gaan betalen, zeg maar. En ik heb partijen zelf horen zeggen dat ons de komende 4 jaar ongeveer 1 miljoen moet gaan kosten. Ja, ja, inderdaad. Dat is forse bedragen, inderdaad. Ja, nee, ik zou ook wel wethouder willen zijn. Ja. Kijk wat je per maand of per jaar sowieso krijgt bijgeschreven. En dan zou menig, dan ben je meer dan 1 ton op jaarbasis. Dat zou iedereen wel willen, zeg maar. Ja, inderdaad, ja. En als je dan vervolgens alleen maar hoeft te luisteren naar de projectontwikkelaar en daar gewoon een beetje promofilmpje van jezelf maakt, waarin je zegt zo van, ik ga zorgen dat Horen zijn elektriciteit behoudt. Dan denk ik zo van, dan heb je als wethouder volgens mij niet zoveel over te zeggen. Kijk naar Dronten, dat gebeurt niet en dat wordt gewoon landelijk opgelond. De wethouder van Dronten gaat niet, zeg maar, een stroomdraadje daarvan aanleggen. Nee, nee. Maar heb jij nu met andere mensen te maken bij de gemeente in zaken je bezwaren? Nee, ik heb nou voor mijn WOO, de opvolger van de WOP, zeg maar, een andere naam. Maar voor de rest, zelfs wethouders, zelf de burgemeester. En aangezien ik een beetje vasthoudend ben, wordt dat gezien als vervelend. En dan krijg je ook zelfs een telefoontje van de burgemeester. En waar ging dat over? Nou, ik in het verleden wel eens gehad zo van, toen dacht ik van, we gaan het hebben over eerlijkheid en hoe het nou werkelijk zit. Maar toen zei hij van, je moet je de wethouders en zo allemaal gaan aanschrijven en het college aanschrijven. Dus gedaan en dan krijg je er niks uit terug, zeg maar. En dat laatste telefoontje dacht ik zo van, daar gaan we het er nu over hebben. Maar toen zei hij zo van dat ik te lastig was en de ambtenaren te veel lastig viel. En ja, het college te veel lastig viel en dat ik daarmee moest stoppen, want anders gingen ze met de gemeentelijke dienst ontnemen, zeg maar. Oh, ja. En toen heb ik zo gevraagd van, een mailtje van, geef maar de punten waarop dit is gebaseerd. Dus de contactmomenten, de klachten, zeg maar, over mij. En stuur maar op het protocol op basis waarvan deze waarschuwing hier wordt gegeven. Nou, toen kreeg ik heel netjes het agressieprotocol van de gemeente Hoorn, waarin ook staat dat de wethouders en het college en de raadsleden gewoon een soort olifantenhuid ook moeten hebben. En ze daar zelfs training voor krijgen.
En om nou te zeggen dat ik vervolgens ook nog een wethouder of ambtenaar over een balie heb getrokken of de huid heeft volgescholden. Dat is allemaal netjes gebleven. Maar ik heb hier ook niemand volgens mij de vorige keer voor de radio uitgescholden. Nee. Maar waarom wordt er zo vastgehouden aan de huidige locatie van die calamiteitenroute? Ik heb geen idee. Er worden allemaal argumenten gebruikt door het college zo van... Ja, er blijft meer groen behouden. Het is veiliger. Het is... de Welstandscommissie vindt de uitzicht op de brug zo mooi. En dan denk ik zo van, ja... Maar uitzicht op de kerktoren, uitzicht monumentale bomen... het wandeldijkje aan de andere kant, zeg maar... wat ook gedeeltelijk fietspad moet gaan worden door middel van een shared space. Dus een goed fietspad komt er niet eens. Het is als voetganger moet je gaan oppassen dat je als fietser... dat je niet wordt omvergereden door een fietser. Omdat er gewoon geen knap fietspad komt, maar een shared space. Zoals het heel netjes staat met ook haakse hoeken. Dus als je te hard fietst, dan rij je recht door de sloot in. Ja. Het is helemaal heel vermakelijk eigenlijk, best wel hoe dat allemaal wordt getekend en wordt gedaan. En dan het landschapsarchitectenbureau die zegt van nee, we hebben het echt naar waarheid getekend. En dan zeg je, maar het klopt toch niet met Google Maps? Nou ja, daar hoeven wij niet naar te kijken, want wij krijgen de data van onze opdrachtgever aangeleverd. En dan tekenen wij naar waarheid. Nou, ook als het niet naar waarheid is, zeg maar, wat hoeven we niet te controleren? Dus krijg je betaald, je doet wat en daar prikt je baas, die opdrachtgever is blij. En als het niet naar waarheid is, zeg maar... Dat maakt niet uit. En vervolgens zegt mevrouw van de Ven van VVD van... Nee, ik geloof echt de inmetingen van de projectontwikkelaar. Terwijl je denkt zo van, nou ja, daar zitten er toch echt ruimschoots 3 meter naast. En als je zegt, grijf van die calamiteitenroute komt niet onder de bomen te liggen... Ja, dan hou je een route over van maximaal 1 meter breed. Dus ja, en die wordt gewoon afgekeurd. Ja. Nu heb je natuurlijk de bewoners, je hebt de projectontwikkelaar, de politiek... maar is het niet verstandig om voor die calamiteitenroute om een onafhankelijke partij daarna te laten kijken? Ja, ik kreeg wel de tip van Chris van der Meij van Liberaal Horen om omwonenden een second opinion te laten aanvragen hoe dat nou precies zit. En ik heb ook zelf ook de raadsleden vrijdag aangeschreven waar ik niet echt reactie op heb gekregen van wel van oppositiepartijen, maar niet echt van de coalitiepartijen die het eigenlijk voor het zeggen hebben. Dus dat vind ik ook heel spijtig. Het laat wel zien eigenlijk waar ze voor staan. De komende 4 jaar denk ik ook wel weer. Ja, want er zijn er wel een aantal ook echt wezen komen kijken naar de situatie. Ja, ik heb de Liberaal Horen is wezen kijken. Eén Horen is wezen kijken die zegt van ja, we zien het wel, maar we gaan niet zoveel actie ondernemen. Ik denk zo van ja, het is niet naar waarheid. Dus hoe moeilijk kan het zijn? En de fractie Tonnaar en Liberaal Horen hebben nu naar aanleiding van het bestemmingsplan wat moet worden gewijzigd een brief geschreven. En daar heb ik nog wat aanvullingen aangegeven en eens kijken hoe dat gaat lopen ook. Ja, want hoe ziet dat traject er nu verder uit? Ik heb daar voor de rest niet zo'n heel idee in. Ik geloof dat ze 12 weken de tijd hebben om een verandering aan te brengen en... even kijken van... ik blijf in contact ook met Liberaal Horen en fractie Tonnaar. Om te kijken hoe dat eraan toe gaat ook, zeg maar. Ja. En ik heb nog mijn WOO-verzoek lopen... om gewoon wat wordt gezegd door de coalitie... om daar gewoon ook te laten zien dat ze daar gewoon echt over na hebben gedacht. En ik heb bij de omgevingsdienst ook een klacht ingediend. Zo van, ze zeggen dat het niet... onder de bomen doorloopt, maar effectief zal het wel gaan. Dus er moet ook een boom-effectanalyse worden gedaan. En als dat niet wordt gedaan, wil ik graag dat jullie handhavend gaan optreden en dat zorgen dat er gewoon niet gegraven gaat worden in die omgeving. Ja. En ik zal ook netjes de aannemer daarvoor op aanspreken, zeg maar, dat hij ook gewoon strafbaar bezig is op het moment dat hij gaat graven onder de boomkronen. Ja, je zit er bovenop. Ja. Bij tijd en wijlen. Naast kluswerk dat ik voor anderen doe. En met thuis en mijn eigen werkzaamheden. Ja. Ik moet ook komende maand voorbereidingen treffen voor de Brandwondenstichting collecten. Oh ja, die komt er ook weer aan. Die komt er ook weer aan. Ja. Dan moet ik voor mijn wijk in de Kersenbogen het ook weer de collectanten netjes aanschrijven en regelen. En dat ze een bus krijgen. En dat ze weten en netjes papiertje krijgen. En dat ze weten wat ze moeten doen. Zodat ze netjes ook... van deur tot deur gaan in de brandwonden week, zeg maar. Dus. Ja. Ah.
Nou ja, wij gaan in ieder geval contact opnemen met de gemeente om, om even in kaart te brengen hoe het traject verder nu gaat verlopen. Ja, en in de gaten houden hoe het bestemmingsplan aangepast gaat worden. Ja, nou ja, als jullie contact met ze hebben, zou ik ook eens vragen van hoe het nou zit met de niet-werkelijkheid of dat de inmetingen van de projectontwikkelaar, hoe dat nu eigenlijk zit. Ja. Ja, want we zien het op andere locaties in Horen ook natuurlijk al dat iets op papier mooi lijkt. Maar in de realiteit staat bijvoorbeeld de ambulance regelmatig vast op de strip waar we het vorige keer ook over hadden. Dat klopt helemaal. Het is heel mooi verzonnen. En als je dan van tevoren zegt van ja, maar hebben jullie daar wel over nagedacht? Of jongens, dat gaat toch niet werken, want zus en zo. En is het zo kop in het zand. We hebben het zo mooi getekend. Onze eigen verkeersdienst of een andere verkeersdienst heeft gezegd dat het werkt. Want dat willen wij graag zo. En het is niet ter hele gekeerd of ter half gekeerd, ter hele verdwaald of weet ik veel wat. Het is vooraan gewoon dus kop in het zand en we doen het wel. En dan als het niet werkt gaan we vervolgens dan wel weer dubbel uitgeven om het weer goed te doen, zeg maar. Ja, we doen het liever één keer als dat we er een keer over nadenken, zeg maar. Ja. Ik kan bijvoorbeeld ook nog een. We hadden ooit een rotonde bij een afslag van de snelweg. Ja, nee, die is verdwenen. Ja, die is verdwenen. Is nou een hele mooie grote super kruispunt gekomen, inderdaad. Ja. Bij het oude missiehuis, inderdaad. Ja. Ik denk van ja, dat is ook zonde. Die heeft er ook maar 15 jaar gelegen. Ja, nee. En in Horen zijn de afgelopen regeerperiode ook allemaal zebrapaden verdwenen, want dat was een schijnveiligheid. Dat was de wethouder van GroenLinks, die nu in Amsterdam zit. Maar die heeft ooit netjes een krantinterview gegeven met het mededeling zo van een wethouder die niks doet, is een slechte wethouder. Ja. En dan denk ik zo, nou, een wethouder die gewoon echt moedwillig fouten maakt en liever een projectontwikkelaar gelooft dan de bewoners en participerende bewoners. En dan vervolgens kop in het zand steekt en gewoon doorgaat. Dat vind ik eigenlijk een foutere wethouder als een wethouder die niks doet, zeg maar. Want die doet echt fout en die gaat gewoon ontkennen dat hij het fout doet. En die ander doet gewoon, ja, die doet eigenlijk niks. Die doet niks fout. Die doet ook niks goed, weliswaar, maar ja. Die doet minder kwaad, laat ik het zo netjes zeggen. Ja, ja. Nou, in ieder geval, het nieuwbouwproject Rozenbuurt, daar gaan we het voorlopig nog wel eventjes over hebben. Ja, nee, en ik wens heel veel de nieuwe bewoners, zeg maar, succes met een volgens mij best wel dure huizen die er moeten komen. Ja, inderdaad. En ja, dat ze een beetje rekening houden met waar ze een kaveltje gaan uitkiezen. Want de hoogbouw, die wordt weliswaar lager, maar is nog steeds hoog. Ja, inderdaad. En wat voor punt dak erop gaat komen. Of het een mooi spitspuntdakje, dus een heel rank hoog gebouwtje wordt. Of gewoon een bijna plat dak, zodat er een groot blok komt te staan die het zonlicht gaat tegenhouden. Dat wist de projectontwikkelaar eigenlijk de laatste keer dat ik hem ooit heb gesproken ook niet. Oké, misschien dat hij naar aanleiding van dat gesprek inmiddels wel een beeld erbij heeft. Nee, en over 3 jaar mogen we gewoon met z'n allen weer opnieuw kiezen voor de gemeenteraad. En ja. Mijn ervaring is ondertussen wat je niet moet stemmen, zeg maar. Oké, nou misschien kunnen we, als dat zeg maar gaat spelen, jouw advies even inwinnen. Wel hoor, maar het komt ongeveer overeen met wie de projectontwikkelaar gelooft en wie de bevolking niet gelooft, zeg maar. Ja. Kan je op je vingers natellen wie je wel en niet moet stemmen, zeg maar. Ja. In ieder geval bedankt voor je komst naar de studio.